Red Hot Chili Peppers, nieuwe muziek op BFM. En Dark Necessities. Ik krijg een telefoontje binnen. Goedemorgen met de radio. Hallo radio, met Pina Jones. Spreek je met Jesse? Zeker. Ja, toch wel hè. Zeg het eens. Ja, ik zou het leuk vinden als je een jingle voor me draaide. Een jingle? Ja. Wat voor jingles maak je dan? Tig. Tig. Ja, maar ik heb niet zoveel zendtijd. Ik heb wel nog 2,5 uur te gaan, maar die wil ik eigenlijk niet vullen met jingles. Nou, dan doe je er eentje. maar waar kan ik je vinden? Op youtube.com/jinglebellpinajones. Hoe? Wat? Wat voor bel? Jinglebellpinajones. Jinglebellpinajones. Oké, okay, nou, ik zie even eentje staan. Ik heb nog een vraagje, want jij zegt, maar ik kan het je helpen. Ja, dat was wel iets. Niet twee dingen. Rustig, neem de tijd. Eén ding tegelijk, Pina, één ding tegelijk. Wat wil je eerst? De jingles? Nou, de andere is gewoon een vraagje. Dus ja, maar dat doen we dat zo meteen. Dan doen we eerst de jingles. Wat wil je eerst de vraag stellen? Eerst de jingle dan. Ja, kalm. Ja, ik zie eentje staan die heet Goedemorgen, Lange Adem. Ja, leuk. Goedemorgen! Zo! Zo, gelijk gehoorschade opgelopen. Tering. Ik zie er ook nog één staan. U luistert nu en die stuurde je ook al via Facebook. Heb je die voor mij gemaakt? Ja, dat heb ik voor jou gemaakt. Dat vind ik aardig. Laten we kijken. U luistert nu naar Jesse Sprikkelman. Nou, wat een eer, Pina. Hartstikke lief. Ja. En je wou nog wat vragen, zei je? Of, ben je ja, mee? Ik zoek de tune van de tv-serie Soap uit de 80 jaren. Volgens mij heette die gewoon Soap. Serie Soap. Weet je zeker dat die serie Soap heet? Want Soap is ook een woord voor serie. Oh nee, nee. Ja, ik weet het, maar volgens mij heette het ook Soap. Ja, dat klopt. Ja, ik zie het staan. Ik zal eens even kijken of er iets online van staat. Maar, ik heb via YouTube gezocht en daar vind ik hem niet. Geloof. Daar vind je hem niet. Oké. Okay. Heb jij enig idee, Matthijs? Jij hebt toch wel iets meer van de jaren ethische dingetjes. Ik heb werkelijk waar geen idee. Al sla je me dood. Ja, ik zit even te googlen en op Wikipedia staat inderdaad dat er een serie. Zo, wat ga je ermee doen dan? Wil je die serie weer terugkijken? Ja, gewoon luisteren. Want ik hou van tunes van tv-series en zo. Die had ik nog niet. Ja, ik heb nog wel. Ik had het net. Je stelde deze vragen al voordat je de uitzending inkwam. Ik heb nog wel andere. Tunes voor je uit de jaren 80. Misschien kun je er ook wel wat mee. Ik had ze toch al klaarstaan. Ja, is ook wel leuk. Deze werd veel gebruikt. Ook op de radio, maar ook op tv. Ja, dat is wel lastig. Dat is wel lastig. En heb je nog deze? Die ken ik niet. Nee, ja, die is ook lief. Werd ook heel veel gebruikt. Maar weet je, blijf jij eventjes hangen. Dan gaan wij voor jou op zoek naar de teamsong ervan. En we hangen niet eerder op voordat je het weet. Oké. Blijf even hangen. Hoi, hoi. Gaan wij ondertussen de research-redactie van BFM aan de gang zetten om de teamsong van de serie Soap voor Pina te zoeken. Ja, mocht je uitweten, laat het even weten hoor. Jesse@b-fm.nl of Twitter @yesisthis. Het is BFM met Mr. Props. Fijne mens. Pina? Ja? Is het deze? Zakt in mijn hoofd. Daarom wilde ik hem ook weer horen. Luister even dan. Ja, is het deze? Ik denk het wel, maar ik kan het niet meer steeds uit zeggen. Ik zal het linkje even doorsturen. Oh, leuk. Helemaal te gek. Yo, fijne dag. Fijne dag. Hoi, hoi. Zometeen het nieuws van de regio. Ook de situatie op de weg van de ANWB. Eerst all-time low.